mensen, hier ben ik weer met een nieuwe video van mij, Warker of Talwaard. En vandaag, wow, dit geluid staat heel luid. Oké, dat gaan we heel even fixen, wajo. Deze auto is luid. Gewoon even alles tikkie naar beneden. Zo. Oké, dat is echt gewoon niks beter. Maar ik ben vandaag in Need for Speed Payback. Ik heb deze game een tijdje geleden gekregen. En ik ben hem dus al even aan het spelen. En waarom staat mijn camera zo raar? Nee. What the fuck? Zo. Far camera. Zo. Ik ben dus al een tijdje aan het spelen met deze Honda S2000. En ik heb twee auto's klaar gespeeld, zeg maar. En dit is de eerste keer dat ik de garage in ga. Je moet dus... Ja, kijk, ik heb dus deze Mustang die ik kan restaureren. Een 65 bedoel ik. 65 Mustang. En daarvoor moet je eerst de body vinden. Dan moet je andere dingen vinden die zijn verspreid over de map. En zo kan je dan dat helemaal vinden. Kan je die hele auto vinden. En ik heb er dus twee op dit moment. Ik heb de Fair Lady 240 ZG 1971. Dus dat is een Nissan. Dat is een hele leuke driftauto. En dan heb ik deze, de Mustang. Dat is... Mustangs kunnen ook goed driften, maar Mustangs kunnen een beetje van alles. Dus dit is de eerste keer dat ik eigenlijk terug in deze garage ben. Na tijden. Ik ga denk ik beginnen met de Mustang te restaureren. Ik wil vandaag ook wel de andere restaureren. Oeh, ik kan kiezen wat voor auto. Een raceauto, een driftauto, een dragauto, een offroad auto of een runner. Is ideal for urban environments. It'll give you maneuverability and a chassis that can take a punch. Oké, meneer. Oh, dit is lastig hoor. Dit is lastig. Ik ga de 240 sowieso drift doen. Maar wacht, hè, drag wil ik niet. Offroad ga ik deze ook niet doen, denk ik. Runner of race? Dan ga ik. Ik denk dat ik voor runner ga gaan. Het is gewoon van voor de politie weggaan en zo. Een beetje GTA-stijl. Ik ga denk ik voor runner. Runner, your derelict will be restored as to a LV101 runner car. Yes. Do you want to use your new car? Oeh, is dat nu al gedaan? Oeh, die ziet er mooi uit. 254 horsepower, meneer, kunt u alstublieft zeggen. Dankjewel. Wajo, oké, het ziet er een heel leuk auto uit. Select, ik ga hem een beetje customizen natuurlijk. Oké. Oei, ik moet die allemaal nog vrij spelen. Oké. Hoed, wat kan ik hiermee doen? Een oude eronder zetten. Oeh, een nieuwe. Oké, ik ga met deze gaan. Ik heb geld genoeg. Oké, maar hier moet je dus echt... Oeh, je kunt daar een lightbar op zetten. Oh. Unlock test performance level 300. Wat is dat? Nu weet ik. Ik snap wat ze bedoelen met performance level 300. Oké, ik ga gewoon even met deze auto rijden. En dan daarna ga ik proberen tot performance level 300 te geraken. En dan zien we wel. Maar performance level 300, weet je hoeveel honderdduizenden dollars erin gaan? Ja, dat is een Mustang. Oké, wacht. 0 naar 100. Oh. Oh ja, dat klinkt inderdaad als een Mustang. En 100. Oké.
Het is een oké snelle auto, maar het is ook natuurlijk gemaakt voor te kunnen beuken. Oeh, je kan driften, maar het is geen driftauto, hè. Oké, het is wel een mooie auto. Het is wel een mooie auto, hoor. Oké, nu de 240 pimpen. Dat werd 240 pimpen. Are those derelict bots? We should check them out. I want to check them out. Oh, de 240. Ah, ik vind de 240 zet een mooie auto. Oké, dit gingen we een drift maken. Oh, maar die andere dingen zien er ook lekker uit, hoor. Nah, drift. Yes, I want the drift car. Yes, I want to use my drift car right now. 240Z, aka Woo! The fair lady, still gorgeous to this day. Plus, that L-series engine can still hold its own. Yes, yes. Oh, wel maar 147 horsepower. Maar wel 211 top speed. Daar klopt iets niet aan. Visuals. Ik vind dit niet mooi met die roest. Oeh, ik vind dat wel een hele mooie... hele mooie wat? Zwart. Oké, die gaan we helemaal zwart maken natuurlijk. Oké, nee. Voorraad mag denk ik 55% wel. Frontbumper. Huh, what the fuck? Wat is dat allemaal? Dat is de normale, denk ik. Ja, dat is de normale. Die andere dingen, dat is niet mooi. Dat is niet mooi. Wat? Wat is dat? Oké, dit is wel mooi. Ik vind dit wel mooi. Oeh, je kunt daar ook uiteindelijk canards op zetten. Brake discs. Een dikke brake disc erop doen natuurlijk. Zo, die is wel goed. Oké, skirts. Nee. Wing mirrors. Fender. Oh nee, maar eerst wil ik het dakje doen. Eerst wil ik het dakje doen. Hoed. Windows. Roof. Dice clean. Wat is dat? Super bolt. Oh, dan kunt je hem super cool maken ofzo. Oké, fenders wil ik clean voor te beginnen. Maar kan ik hier een white body op doen ofzo? Oké, dat is veel keus. Oeh, dit ziet er wel vet uit op zich. Maar ook weer niet. Ik vind deze wel vet. Maar ik vind dit ook vet, omdat dat zo met die splitter samen gaat zo. Maar op zich... Je hebt ook dit... Nee, ik ga deze gaan. Sideskirt. Ah ja, dat is die ene. Die ga ik dan ook deze doen. Oeh, wat is dat? Oeh, dat is een hele itemset. Dat is met spoiler en alles. Wow, maar nee, dat is heel lelijk. Nee. Ik vind die stok nog het mooiste. Rear bumper. Ja, gaan we weer zo'n ding doen. Nee, niet mooi. Gewoon... Wacht, hè. Gewoon clean. Diffuser. Wheeliebar, wat? Wie wil er een wheeliebar op zijn driftauto? Oké, zo.
Rear fender heb ik. Ik denk dat ik nog juist de trunklid moet doen. Huh? Wat? Waarom zou je dat doen? Echt, hè? Zo. Oh, hier zitten gaatjes in. Ik wil geen gaatjes. Zo. Ik hou hem liefst gewoon clean, maar ik weet niet wat mensen daar allemaal op doen. Wat? Reach a speed of 314. Wat? Oké. Ik denk dat hij wel klaar is ongeveer. Ah ja, wacht. Ik kan die Windows nog doen normaal. Kan dat? Trunklid, spoiler, sound system. Nee. Oké. Dat was hem weer al. Hier heb ik ook niks. Daarvoor moet ik hem denk ik een beetje gebruiken. Die ga ik wel wat meer camber geven. Van voor niet te veel. Van achter wel vrij veel. Niet te veel ook niet. En height mag best laag. Het is natuurlijk een driftauto. En deze wil ik heel mooi rappen. Paint. Ik wil deze... material. Oeh. Ik weet niet. Satijn. Ik vind satijn wel mooi. Ik weet niet. Ja, satijn. Maar wacht, die kleur. Ja. Oké, en dan. Wat? Nee, de koplampjes. Ik ben de koplampjes vergeten. Back to editing. Nee. Save changes. Nee, maar. Back to editing. Wacht, wat ga ik erop doen van dingen? Een grote nummer 3 op het dakkie. Edical. Dan gaan we hier. Een grote nummer 3. Ik zei wel een grote nummer 3. Geen poep nummer 3. En dan wel rotaten. Naar 180 graden. Dat is net iets te veel. Dat is net iets te weinig. Dat is perfect. Zo, zit wel in het midden. Dan ga ik een beetje zo. Kleine dingen. En dan change color. Die wil ik wel een hele mooie. Ik weet niet. Roze kleur geven kunnen. Ik weet niet. Wat geeft je zo'n ding qua kleur? Ik weet niet, zo, zoiets. Lichtgrijs. Ik wil dit. Ja. Save changes. New save. Oké. En dan gaan we nu tuning hier. Headlights. Wow. Oké. Je kunt helemaal black out doen. Gewoon helemaal black, hè. Maar zwart maken. Ik ga hem zwart kopen. Oké, het ziet er een mooie auto uit. Ziet er een mooie auto uit. Met die mooie 3 op de dak. Kijk, eens kijken hoe dat hem drift. Exit garage. Bla 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 bla. Trouwens, sorry dat de laatste tijd een klein beetje raar geüpload is, zeg maar. Rare afleveringen. Oh, deze auto klinkt weer. Oh! Maar wat ik dus zou zeggen, sorry dat het een beetje... Wat doet dat je?
Sorry dat het een beetje raar geüpload is de laatste tijd. Dat komt omdat ik op dit moment natuurlijk examens heb. Ja. Ja, dat komt zo. Dit is wel een mooi bakkie, hoor. Oh. Ja, nu is hij niet meer mooi. Waarom rijdt hij hem eigenlijk? Dit is... Ah ja, wacht. Hij doet de driften. Toch, denk ik. Denk. Ja, ik heb zo meerdere karakters in de game en zo. Ik weet het ook niet. Misschien wel een beetje te scheef, die bandjes. Maar, kan je zien. Hij drift wel lekker. Oké, dat was wel een lekker driftie. Deze auto zit trouwens ook in GTA. Mooie auto. Oké, ik ga nu mijn andere autootjes ook eens laten zien aan jullie. Ik moet alleen nog maar een driftauto hebben. That's all I need. Oh, kijk deze mooie autootjes. De auto dat ik op dit moment het meeste gebruik is deze, de Honda S2000. Waar we natuurlijk mee binnen zijn komen rijden. Die heeft best veel horsepowers. Select car, ja. Kijk, select performance. Ik wil hem nog een klein beetje op speed omhoog doen, want daar heeft hij er maar 2 van. Acceleration heeft hij er 3 van. De nitrous heeft hij er maar 1 van. En airtime en landing dingen, daar heeft hij er geen enkele van. Upgrades, dus ja, maar dit is mijn mooie autootje. Eén ding, dat is echt hilarisch. Dit is dus niet hoe dat je hem zeg maar normaal hebt. Normaal heb je hem zo. Dit verschil, mensen. Dit verschil. Ik heb hem dus zo. Ik wou er ook een spoiler op zetten, maar dat is 282. Ik heb 1 seconde 282 gehaald. Ik wil 282 halen. Maar daarvoor heb ik denk ik upgrades nodig. Oké. Uit met die auto. En deze auto klinkt zalig. Dit is echt gewoon zo van... Echt, ja. 2 secondjes, want laden duurt lang blijkbaar. En deze auto is echt... Echt, kijk. Oh, die klinkt lekker. En dan die gele tire smoke daarop. En een toetertje. Yeah. En als het nacht is, dan heb je ook van die lichtjes, van die politielichtjes aan de zijkanten. Ja, het is wel een leuk autootje. Het drift ook lekker, terwijl het eigenlijk een raceauto hoort te zijn. Maar ja. We got what we got, you know. Ik wil eigenlijk niet deze richting, want ik wil eigenlijk deze richting. Zo. Oh, bam. Oh, dat was niet heel ver. Hij is ook goed off-road, blijkbaar. Wacht, waar wil ik naartoe gaan? Ik wil naar hier gaan. Daarvoor moet ik in die richting gaan. Nee, geen speedtrap, dat wil ik niet. Oh, wow. Oké. Zo, oké. Wat heb ik hier allemaal? Oké, slechtere braking, maar betere jump en betere acceleration. En een klein beetje meer horsepower. En een klein beetje meer top speed. Deze is best goed. Hoe niets breaking?
Oké, Disney is ook goed, maar slechte acceleration. Maar goede jump en goede speed. Maar who needs jump? Wow, what the fuck is dit? Dat gaan we niet doen. Dat is. Oké. Disney is veel rood. Disney is ook veel rood. Veel rood. Dit is alleen maar rood. Wie zou dit doen? Dus één rood. Maar dit is ook alleen maar rood. Dat is veel groen en veel rood. Dat is groen en rood. Oké, equip. Trade-ins. Ik wil. Wacht, wacht, exhaust. Wacht, wat is het beste voor zo'n acceleration en zo? Gear. Turbo. Headers. Ik wil wel headers hier. Een carbon speed header. Dat is slecht voor braking, slecht voor acceleration. Maar je hebt wel snelheid. Ik ga hem stellen. Want zoals je ziet heb ik 28 rolls. Hoe weet ik dat niet eens? Ik kan gewoon voor headers blijven gaan. I want some headers, bruh. Americana jump. Wat? Nee. Oké, maar wacht. Ik ga even kijken wat heb ik al op mijn auto zitten. Equip. Ik heb op mijn auto zitten een level 3 header. Een level 5 blok. Een level 8 ECU. Oké, dus headers moet ik echt gewoon hebben, want dat is maar level 3. Ik kan gewoon voor headers blijven gaan. Ik kan gewoon voor headers blijven gaan. Ik wil een Outlaw en Nitro. Nee, te veel rood. Ik verdien hier ook wel geld aan en goede content. We gaan gewoon dingen openen. Daarmee. Maar qua brand wil ik liefst carbon. Die zijn wel goed, denk ik. Americana is ook best al wel goed, maar brakes en nitrous. Nee. Oké, wacht, hè. Wat is dat? Wacht, hè. Ik heb er. Ik heb er twee van Outlaw, deze twee van Outlaw en ik heb er twee van Shidori. Dus ik ga wel voor Outlaw of Shidori. Outlaw of Shidori? Kom aan, Outlaw of Shidori. Ja, carbon kan ook goed zijn. Acceleration? Nee, veel te veel rood. Outlaw of Shidori. Shidori is ook al goed. Shidori. Kom aan, Shidori. Geef me alsjeblieft Shidori. Ja, nee. Outlaw dan. Dat kan best goed zijn. Ik zie nog altijd heel veel rood. Ik wil Outlaw. Ik wil Outlaw. Ik kan nog 20 keer dit doen, dus ja. Ja, nee. Maar geef me dan Shidori. Veel te veel rood. Shidori. Ja, kom aan. Geef me Shidori. Outlaw kan ook. Breaks. Wat? Het is alleen maar de acceleration die daar van naar beneden gaat. Voor de rest
NOS gaat keihard omhoog. Brake gaat een beetje omhoog. En topspeed en horsepower gaan omhoog. I have done it. Oké, ja, ik weet dat ik nog veel trade ins heb. Oké, ik heb nu. Ik heb toch alles het max, hè? Waarom heb ik trouwens zoveel ECU's? Sell spare cards. Oeh! Oké. Even wat geld verdienen. Oké. Ik ga nog eens proberen. Ik ga toch nog eens voor headers gaan, denk ik. Of misschien. Turbo, misschien het blok zelf. Ik ga voor het blok zelf gaan. Blok. Beter blok van Outlaw. Nitrous. Topspeed gaat naar beneden. Naar 280. Voor de rest zit alles wel omhoog. Maar dan moet ik wel weer die topspeed omhoog zien te krijgen. Exhaust heeft meestal wel goede topspeed omhoog. Turbo natuurlijk, ik heb een turbo nodig. Turbo's, dat is altijd topspeed, hè. Ik heb niks meer van speed dingen. Oh, Shidori jump. Shidori jump. Oh nee, maar die nos. Voor de rest alles. Zelf, sorry. Sorry. Nee, sorry. Ik ga wel voor turbo blijven gaan, maar. Ik wil mijn topspeed omhoog houden. Maar voor de rest wil ik niet te veel naar beneden gaan. Shidori. Acceleration. Jump speed acceleration. Oh! Alleen gaat die nos echt gewoon hard naar beneden, maar. Maar oh, maar dat komt omdat die andere een nitrous turbo is. Alles gaat omhoog behalve nos. It is done, my guys. 285 max speed. Mijn headers zijn nu wel terug het laagste. Ik ga terug voor headers gaan. En dan wil ik een nos header. Liefst. Americana. Oh, maar ik ben net langs Nitrous. Oeh! Oh. Nee. Je gaat veel omhoog, maar ook veel naar beneden. Oké, wacht. Hè. Nu heb ik een brakes. Ja, brakes heb ik echt niet nodig voor. Oké. Header wil ik echt wel iets anders. Header wil ik iets anders. Bla 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 bla. Carbon speed. Brakes en speed. Dat ziet er best goed uit. Alleen die NO2. N2O bedoel ik. Zo. Dan heb ik weer iets nodig voor die nos omhoog te doen. Ik heb al een nosblok. Ik heb wel alleen acceleration gearbox. Wacht, hoeveel doet dat erbij? Huh? Echt van al. Dat doet 6 Excel. Oké, nee. Ik denk dat mijn auto zo wel goed is. Kijk mijn lichtjes. Oh, deze auto snel. Oeh, deze auto snel. Dit zijn Honda, mensen. Een Honda. Honda, je weet wel, die mensen dat motoren maken en shit. Ik weet niet wat die allemaal maken. Die maken echt veel eigenlijk. Honda. Honda.
Oké, ik wil op die landingsbaan. Dan wil ik zo ver mogelijk naar achter en dan wil ik gewoon echt puur acceleration. Ik wil kijken of ik bij die 282 kan geraken. En zo weinig mogelijk van de landingbaan gebruiken liefst. Ik blijf wel omhoog gaan met die snelheid, hè. Maar het is niet een extreem lange landingsbaan. Kom aan. 2, 7, 2, 8, 6, ja, ja, ja. Ik denk dat ik het heb gehaald. Ik denk dat ik er eindelijk een spoiler op kan zetten. Wing mirrors customize. Ik ga het nog eens proberen. Ik wil nog eens proberen, puur om het te zien. Oké. Oké. What the fuck? Oké. En loslaten. Wow, dit is uit de snel. Oké. 200 km per uur al. Wajo. 250. Kom aan. Nitrous. 290. Ik was 290. Oké, ik snap. Fast travel, eventjes snel. Waarschijnlijk had ik er sneller geweest als ik gewoon er naartoe had gereden. Wow, dat is wel een coole auto. Dat is zo'n off-road auto. Oh, ik ben er al. Next stick. Ik wil eigenlijk ook wel deze Honda. Ik wil die zo'n dikke raceauto van maken. Zodat ik daar allemaal zo stickers van plak van alles wat er in die motor zit, zeg maar. Dat lijkt me wel cool. Visual customization. Oh, ik kan nu de mirrors ook doen. Oeh, ik kan die van voor zetten. Nee, oké, dat ziet er niet uit. Oké, zo, dat ziet er wel uit. Taillights, bumper, spoiler! Ik was daar wel. Ik was daar voor langer. Ah, maar misschien daar precies op. Oh. Maar dan moet ik ook, zeg maar, minder gas geven en zo. Dat is impossible. Oké, dit is trouwens wel een beetje overtint. Oké, ik ga ook niet nul doen, zeg maar. Ik ga gewoon zo... Waarom gaat dat per 4? Oké, ik ga 15. Kan ik daar ook zo'n dikke whitebody op zetten of zo? Oh, dat gaat niet. Oké, ik ga die dingen daar allemaal afzetten, denk ik. Want ik weet niet. Ik wil zo. Wacht. Oké, die rainbow die wil ik wel nog. Dit niet, want dat vind ik gewoon een beetje disturbing. Dit wil ik ook niet meer eigenlijk. Wat is dit? Ja, ik wil dit niet meer. Die ook niet. Dan ga ik zo'n dikke politieauto maken, maar deze wil ik gewoon zo'n beetje stok houden. Het is een mooie auto. Het is een zeer mooi. Wacht, misschien kan ik al. Wacht, ik ga heel even kijken wat heb ik er allemaal in zitten. Ik heb hier. Wacht, hè. Oké, ik moet het aan de logo zien. Oh ja, wacht. Kunt je dat zien niet? Wacht, hè. Dat is Outlaw. Dus ik heb 2 Outlaws. Ik heb 3 Shidori's. En dan moet ik er nog achter zien te komen wat dat groen in is. Oké, dus 2 Outlaws, 3 Shidori's. Outlaw en Shidori. Dat wil ik dan hier op de zijkant. Add decal. Outlaw en Shidori. Staat hier ergens Outlaw en Shidori? Outlaw en Shidori.
Ergens Outlaw Shidori. Urban Outlaw. Is dat Urban Outlaw? Nee, dat is gewoon Outlaw, denk ik. Wacht, misschien. Wacht. Hier stond niet veel. Outlaw en Shidori. Shidori, zat dat hier niet ergens in het begin of zo? QLED gaming monitor van Samsung. Mighty Car Mods. Shidori. Allee, ja. Shidori, Shidori. Outlaw en Shidori. Is er geen Outlaw of Shidori? Allee, dat kan dat toch niet. Car Throttle. Outlaw en Shidori is er niet bij. Of... Toyo Tires. Trustmaster, tuurlijk. Astro. Logitech. Geen Outlaw en Shidori? Carbonsa. Hier is ze. Hier. Hier. Shidori. En dan staat er hier ergens normaal ook Outlaw. Hier. Outlaw en Shidori. Dat is een beetje groot. Dat is een beetje klein. Oké, zo. Maar dat is zo. Wacht, hè. Zoiets. En dan add decal. Je hebt hier ook die alchemist, dat is een ding. Wacht, Shidori Outlaw. Scale. Wacht, klein beetje kleiner, klein beetje groter. Echt, ik wil het gewoon zo op die mooie 90% hebben. Dan gaat het naar 91. Ja, 90%. Oké, zo. En die komt er dan onder. Zo, een klein beetje scheef. Zo. En dan moeten we ook in deze dingen kijken wat dat die andere was. Maar ik weet niet meer hoe dat het eruit zag. Next tag. Ik heb hier veel. Wajo, wat is dat allemaal? Dat blijft maar doorgaan ook. Oké. Wajo. Dat is wel mooi, hè. Het is wel mooi. Het is wel mooi zo. Outlaw en Shidori. Save changes. Oké, hoe heette dat andere? Oké, dat is zo groen met zo'n dingen daarnaast zo. Kan je even wat cards cellen? Heb ik er nog? Nee. Oké, dag. Het is zo groene dingen zo, maar ik weet niet. Select. Oké, het is carbon. Haha. Oké, carbon mag er ook in. Op. Edit wrap. Decal. Add decal. En dan carbon. Dat zag ik wel al staan hier. Wat is het verschil tussen deze twee? I don't know. Oké, kleiner, groter. Ja, perfect. Oké, en die gaat hier dan wel onder komen, denk ik. Oké, nee. Die gaat dan zo hier komen. Oké, die ga ik een klein beetje meer zo daar zetten. Een beetje hoger. Die een klein beetje zo daar.
Oké. Dat ziet er goed uit, alsof dat wij zo drie sponsors hebben. En dan vind ik ook wel dat ik die. Oh nee, wacht, nee. Save changes. Daaronder. En dan gaan we hier. Visual customization. Kan ik de license plate aanpassen? De frame. Niet voor speed. Er was zo. Ah nee, wacht, nee, wacht. Dat is een background. Hier een Battlefield 1 background. Dat is echt nice. Ik vind dat er zo nice uitzien. En het is gewoon over Battlefield 1. Mijn favoriete game aller tijden. Oh nee, dat wil ik niet. W-A-R-A-C-R-O, natuurlijk. Warcrow. Oké. Zo. Ziet er een mooi autootje uit. Met mooie sponsors. Sponsoren. Oké, dan ga ik nog een laatste keer proberen die 282 kilometer per uur te verbreken en op te blijven. En dan wil ik er een spoiler op hebben. En als dat niet lukt, dan lukt dat niet. Oh, mijn sponsortjes. Ik mag er nu wel echt gewoon geen ander merk op zetten, want dan zijn mijn sponsors boos. Maar ik heb ook gewoon alleen maar een header gekregen van Carbon. En voor de rest niks. Allee, ik heb het zelf gewoon moeten betalen hoor. Dus ja, eigenlijk heb ik helemaal niks gekregen en ben ik dus helemaal niet gesponsord door hun. Maar ja, we gaan gewoon alsof doen dat ze mij hebben gesponsord, hè. Oké. 260, 70, oké, 82, klein beetje naar. Kut! Ik was niet aan het opletten! Nee, ik was niet aan het opletten! Ik was net op 82. Misschien heb ik het 3 seconden volgehouden, maar. Ik wil het nog eens proberen. Oké. 200 kilometer per uur. Kom aan, ik kan het halen, 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 ik kan het halen. Ik denk dat ik het heb gehaald. Ik ga kijken in de garage. Ik denk dat ik het 3 seconden heb kunnen volhouden ongeveer. Alhoewel, nee, 3 seconden misschien niet. Ik ga nog één keer proberen en dan ga ik het. Twee keer ga ik. Ik ga nog twee keer proberen, één keer heen en terug. En dan ga ik zien of dat is. Het heeft gewerkt. En ja, kaas. Weet je, blijkbaar is kaas een van de woorden dat je kunt verkiezen als tienerwoord van 2020. Dus ik wil nu dat jullie allemaal als tienerwoord van 2020 kaas gaan stemmen. Want kaas is lekker. Ik zat net onder 80! Ik zat de hele tijd op 280, maar niet op 282. En dat is lastig hoor, om zo precies dat vol te houden. Oké, zo, ik ga een klein beetje zo achteruit, zo. En los. Oké, kom op, kom op, kom op. Kom op! Ik heb het gevoel dat het langs deze kant moeilijker is dan langs de andere richting, zeg maar. Maar, kom op, 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 kom op. Ik heb het echt heel kort hoor. Ik denk niet dat het 3 seconden was, maar ik kan nu kijken. Ik kan nu kijken. Het is lastig hoor, het is lastig. Mijn auto is ook helemaal naar de pleurs. Helemaal. Oké.
Enter garage. Haha. Mehehehe. Kom aan, kom aan, kom aan, kom aan, kom aan, alsjeblieft. Nee. Nee! Kom op, kom op, kom op. Ik wil het nog één keer proberen. Ik wil het gewoon in deze video gedaan hebben. Ik wil het in deze video gedaan hebben, alsjeblieft. Alsjeblieft, 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 alsjeblieft. Oké. Okay. Oké. Okay. Ik ga nu gewoon al direct vertrekken. En nu ga ik gewoon veel boost gebruiken, veel NOS gebruiken. En dan moet dat zeker werken. Ik heb een speedtrap van 300 plus. Ik had heel even 82, maar zeker geen 3 seconden hoor. 3 seconden dat vasthouden, dat is lastig hoor. Ik dacht zo 3 seconden daarop of over, maar 3 seconden precies daarop, dat is lastig hoor. Dat is lastig hoor. Oké, okay, echt zo helemaal op het uiterste gaan staan. En gaan. En direct helemaal los. Direct op 150 per uur. Kom aan, 200 per uur. Kom aan, kom aan, kom aan. Kom aan. Oké, okay, ik heb mijn wijsvinger hiervoor gebruiken, want daar kan ik iets gerichter mee. En dan ga ik op dat rampie. Dit is volgens mij niet eens lang genoeg hoor. Dat is echt lastig. Ik ga hier op de rem proberen te staan. Dan heb ik hier iets meer aanloop, zeg maar. Langs deze kant heb ik altijd het gevoel alsof ik meer tijd heb of zo. Oké, we zijn niet helemaal goed. Oh, nee. Kijk, deze camber, by the way. Ik sta vast. Serieus. Oké, wacht. Oké. Oké. Oh. Kom aan, kom aan, kom aan, kom aan. 282 kilometer per uur. Oh, ik liet even de gas los. Dat was per ongeluk. Kom aan, 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 kom aan. Nee, ik haal het niet. Ik haalde die 82 net, dus ja, daarom ging ik maar afremmen. Oké, kom aan, nog. Ik wil het gewoon halen, ik wil het gewoon halen. Kom op, kom op, kom op. Kom op. Ik was heel lang op 83. Ik was heel lang op 83. Ik ga gewoon nog eens proberen. Ik ga gewoon blijven proberen. Totdat hij echt gewoon zegt van... je hebt het vrijgespeeld. Want normaal zegt hij dat in je beeld. Dat je dat hebt vrijgespeeld. Waarschijnlijk kijk ik zelfs die video terug. En ben ik zo aan... Oh, dat is al 2 jaar gezegd geweest wordt. Oké. Okay. En NOS. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Ja, ja, dat was sowieso 3 seconden. Dat was sowieso 3 seconden. Was dat geen 3 seconden? Ik hield echt lang 282 aan. Maar ik heb geen melding gekregen. Oh, wow. Ik ben echt ver gevlogen.
Oké, blijkbaar dus niet. Oké, los. En nos. Los en nos. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Nos. Ik ging net te snel, ik ging 85. Dit is zo moeilijk. Oké, ik kom terug bij jullie als ik het heb gehaald. Eindelijk, na veel te lang, heb ik het unlocked. Oh, kijk, hoe glorieus. Oh, spoilers. Spoilers voor deze. Ik vind die eerst het mooiste. Zo, spoiler. Oké. Hoe? Dat duurde lang. Oké, wacht, maar ik kon nu ook de splitters doen. Ik wil deze. Oké. Dan wil ik een klein beetje wide body. Dan kan ik normaal van voor ook. Side skirts. Dit is een Voltec. Dat ziet er zo'n beetje cool uit. Is dit van Voltec? Nee, oké. Okay. Voltec is hier dan ook onmogelijk. Is van JS. Is hier iets van. Oh ja, dat is die dan niet kan. Oké, okay, wacht. Die is ook van JS Racing, dus ga ik gewoon die doen. En dan kan ik die nog altijd niet doen. Daar kan ik. Wacht, deed dat nu echt alles? Ja, dat deed echt alles, alles. Oké. Okay. Dat was niet de bedoeling. Kan gewoon niet. Wacht. Heb ik nog iets van JS Racing? Ik heb deze ook nog van JS Racing. Nu moet dat toch kunnen? Ja. Oké, nu kan dat. Ik vind dat wel echt gewoon niet mooi. Maar... En dat kan ook. Het loopt door... spettig ziet het er niet uit. Oké, die mag wel gewoon JS Racing blijven. Daar had ik niks bij. Die vond ik allemaal niet mooi. License plate is goed. Spoiler is den die. Sound systeem had ik niet. Dat. Taillights had ik niet. Trade in 5 speed cards. Tires reach a multiplier of 2 in free roam. Ah ja, ik ben nog niet eens in free roam geweest. Calipers complete 3 drift zones with 2 star rating. Ik ga even die erop zetten, die had ik er niet eens op. Fenders, oké, okay, die had ik wel.
Daar ga ik ook even diskies op zetten. Had ik hier iets aangepast? Nee, had ik hier iets? Nee. Hier ook niet. En ik denk dat die dan terug de oude is. Kijk hem stralen. Kijk hem stralen. Dat is mooi, mooi, jongen. Oké, nog heel even de garage exiten en dan ben ik echt wel over tijd. Eigenlijk ben ik nu al over tijd. Maar ja, ik denk dat ik echt al een uur video heb of zo. Hopelijk hebben jullie veel tijd vrijgemaakt. Oh, ik denk wel dat het hem waard is hoor. Je ziet er heel mooi uit met een spoiler. Oh ja, veel beter met de spoiler. Veel beter met de spoiler. Oké. Bedankt voor het kijken allemaal. Hopelijk vonden jullie het leuk. Ik vond het wel leuk. Misschien een beetje langdurig, maar wel leuk. Wacht ik even zo. Mijn settings. Die even afzetten en. Wacht even. Ah, wacht. Die even aanzetten. Ah ja, wacht. Je kunt zo dit doen. En dan kan ik zo eventjes zo. Screenshot. Perfect. Bedankt voor het kijken. Hopelijk vinden jullie het leuk. Ik vond het wel leuk. Tot volgende week. Volgende week ga ik iets speciaals doen. Wat mij heel veel geld gaat kosten. Dus ja. Tot dan. Oh, het is een mooie auto. Kan ik hier naar binnen kijken? Hallo. Oh. Allee, dag hè. Nå heier nærmest jeg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hverdag var en lørdag.